What up mensen, is je boy Q. Heb je ook altijd al van die lovehandles afgewild, maar je weet niet waar of hoe nou te beginnen? Dan is het vandaag jouw lucky day. Ik ga jullie 4 makkelijke oefeningen laten zien hoe je van die lovehandles afkomt. Ik zal zeggen, kijk, leer en doe mee. Boom! Oké, oefening 1. Zoals ik het al zei, we gaan het makkelijk houden. Dus wat je gaat doen, je handen gaan achter je oor en je rechter elleboog gaat naar je linkerknie en je linker elleboog gaat naar je rechterknie. Dat ziet eruit als volgt. Rechter elleboog, linkerknie. Indraaien. Terug. Linker elleboog, rechterknie. Indraaien. Goed uitblazen wanneer je de beweging maakt. Dus nu blaas je uit. Inademen. Uitademen. Inademen. Uitademen. Elke keer als je met je elleboog naar je knie gaat, zet je goed spanning op je buik. Oké, voor de volgende oefening gaan we naar de grond toe. Wat je gaat doen... Voeten plat op de grond, knieën omhoog en je handen gaan zeg maar wijd langs je lichaam. En je komt een klein beetje omhoog zodat de spanning op je buik zit en vervolgens tik je je hielen aan. Tik, tik en je armen blijven gestrekt en je armen blijven wijd. Dus je moet echt, de beweging moet echt vanuit je buik komen. Ja, zet goed spanning op je buik, focus op de zijkant van je buik, zodat je echt je love handles aanspreekt. Oké, voor de volgende oefening, oefening 3, gaan we in de voorlichtsteun. Ja, wat is de voorlichtsteun? Alsof je push-ups gaat maken. Dit is de voorlichtsteun. En wat je gaat doen, je trekt je knie naar binnen en je draait hem in. Naar binnen. 1. Andere knie. 2. Ja, ook weer goed. Spanning op je buik. Zet die focus op je love handles. Oké, de laatste oefening, oefening 4. Voor dit heb je een gewichtje nodig. Deze gewichtje hou je in je rechter of linkerarm. En dan vervolgens zak je naar beneden aan de kant waar het gewichtje zit. Dus nu zit het gewichtje aan de rechterkant. Dus ik zak naar rechts. Zak naar rechts en weer omhoog. Je gaat niet helemaal deze kant op. Nee, je houdt het aan de kant waar het gewichtje zit. Zak naar beneden, langzaam spanning en omhoog. Spanning en omhoog. Spanning en omhoog. Zet die focus echt op je love handles. Vervolgens wissel je om, doe je 30 seconden, een minuut, wat jij wil, verhalingen. En dan weer maak je dezelfde beweging. Dus niet helemaal dit, dat is wat heel veel mensen doen. Heel veel mensen gaan de kant op waar het gewichtje niet zit, maar je moet juist naar de kant waar het gewicht wel zit. Want daar zit de spanning. En goed spanning erop. Oké, dit waren 4 makkelijke oefeningen voor het wegwerken van de love handles. Ik hoop dat jullie wat hadden aan deze video. Like, abonneer en dan zie ik jullie terug in de volgende video. Is je boy Q.